Marleen Lammers hier van Theater Het Voorhuis. En Marleen, nou, ik vind het ontzettend lief van je ten eerste dat jij gewoon hebt gehouden aan je woord. Want je hebt Tom Poeze meegenomen voor ons. Ja, deels aan mijn woord. Ik had oliebollen beloofd. Ja, dat is waar. Maar die zijn opgegaan vorige week. Oh, ze waren er al wel? Ja, ze waren er. Ja, we hadden ze voor de oudejaarsconferant hadden wij oliebollen na afloop. Ja. Maar ja, ik heb er zelf ook geen gehad. Ik kwam volgende dag op kantoor en ik, waar is de rest? Er was helemaal niks. Alles was op. Er waren een paar. Alle oliebollen waren op. Maar alles was op. Heb je wel gehoord dat ze goed gesmaakt hebben? Ja, maar sowieso, dat weet ik. Want ze vallen elk jaar goed in de smaak. Ze worden bij Emmeloord ergens bij een bakker gehaald. En die schijnt er heel goed in te zijn. Dus. Oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Binnenkort kun je de schade nog inhalen. Want tuurlijk, komende maanden alleen maar. Ja, dan word je en nu de stomphoezen, begrijp ik. Ja, voor ons. Maar ik had jou vanmorgen een gevulde koek aangeboden. Toen heb jij geweigerd. Ja, ik wilde niet. Dat klopt. Maar ga je dan nu wel die stompoes nemen? Nou ja, kijk, ik vind zo'n gevulde koek de calorieën niet waard. Omdat het zo'n voorverpakte fabriekskoek is. Ja. Vind ik het niet zo lekker. Ja. Maar ik wist natuurlijk niet dat er stompoezen zouden komen. Was ja, maar ik had en doen. Dan heb je een gevulde koek voor nu en dan neem je straks een tompoes bij de koffie. Nou, ik denk dat ik nu een tompoes pak. En de gevulde koek neem ik mee naar huis in de auto of straks. Ja, precies. Ja, precies, moet kunnen. Wat een armoede. Ja. Goed. Maar ja, coronacrisis. Maar even, die oliebollen waren dus lekker. Ja. De oudejaarsconferentie, goed ontvangen. Ja. Ja. Mensen waren vooral heel blij dat ze weer mochten komen. Het was de eerste voor ons. Ja. Nou, mensen waren gewoon heel enthousiast. Van wie was die ook alweer? Van Guido Wijs hadden wij. Ja. Ja. Die wil trouwens in Jinek of op 1 wil die graag extra aandacht voor de cultuursector. Die extra natuurlijk geraakt wordt door de nieuwe coronamaatregelen. Jullie hebben dispensatie aangevraagd, zoals dat zo mooi heet. Dat betekent? Dat wij gewoon de komende weken onze voorstellingen mogen draaien zoals deze gepland staan. Ja. En dus met hoeveel mensen maximaal in de zaal? 120 in de grote zaal, 70 in de kleine zaal. Ja. Goed, en het gaat allemaal prima. Ja, het enige waar we naar moeten kijken is de bar. De bar, ja, die moet dicht, hè? Want je mag na afloop geen drankje meer doen, hè? Nou, na 9 uur. Ja? Oh, dus ja. Op het moment dat wij een voorstelling hebben die om 7:45 begint. Ja. Dus daar zijn we nu even naar aan het kijken. Oh ja. Maar dat komt ook gewoon goed, want dan gaan we of mensen krijgen een drankje mee de zaal in. Of dan moeten we even uitzoeken. Maar de voorstellingen die nu staan, die mogen we gewoon laten staan. Okay. Op basis waarvan heb je die dispensatie eigenlijk gekregen? Want in Amsterdam kregen ze hem niet. Nee. Dat zou wat te maken hebben met de hoeveelheid coronagevallen per regio. Daar durf ik geen uitspraken over te doen. Maar als je kijkt naar de Noordoostpolder en hoeveel gevallen er daar zijn. En het feit dat wij gewoon een goede coronaprotocollen hebben. We ons gewoon strikt aan de regels houden en veiligheid voorop staat. Ja, wij mogen dus gewoon door. Je bent streng, maar zijn mensen, zijn die zeg maar, begrijpen die het ook? Ja. De ervaring nu, dat ze ook zeggen, oh ja, we snappen het. Je hoeft niet in te grijpen de hele tijd. Nee, kijk, onze theaterbezoekers die nu komen, dat zijn ook veelal onze vaste bezoekers. Mensen die echt naar uitkijken, die heel veel zin hebben om weer te gaan. Of die heel lang thuis hebben gezeten en nu denken van, nou, nu gaan we eindelijk weer wat ondernemen. Ze snappen het. Ze houden rekening mee, ze houden afstand, ook met placeren in de zaal. Ze wachten op aanwijzing van personeel, vrijwilligers. Ja. Het loopt eigenlijk heel erg vanzelf. Dit zijn natuurlijk ook wel de die-hard theaterfans. Ja. En die willen ook gewoon naar het theater blijven gaan. Dus die doen er alles aan om zich aan die regels te houden. Zodat het niet aan hen heeft gelegen als het straks toch weer teruggedraaid. Ja. Als je de grote zaal bekijkt, 120 man mag er nu max in. Hoeveel kan erin? 520. Ja, zie je. Ja. Ja. Dat is 1/4. Ja, ja. Ja, vaak wordt 1 voorstelling dus ook nu 2 keer gespeeld. Hè? Een vroege editie om 7 uur meestal en dan een eentje om 9. En dan later, ja, inderdaad. Ja. Over die voorstellingen gesproken. Wat kunnen mensen de komende week zien in het Voorhuis in Emmeloord? Vanavond hebben we een besloten voorstelling voor onze vrienden. Dat Wie is een verrassing. Dat heb ik besloten. Ja. Dit is een voorstelling die wij, dat gaan we nu elk jaar doen. Die bieden we aan onze vrienden aan. Die mogen gratis, omdat ze vriend zijn van het theater, mogen ze daarheen. Ik heb die uitnodiging helemaal niet gezien. Je bent geen vriend van het theater. Dat is waar, dankjewel. Betalen, denk ik. Maar het is een verrassing. Dus ze weten vanavond niet wat ze te zien krijgen. Alleen ik weet het. Oh. Ja, en mijn collega's vooruit. Maar we doen even een klein tipje van. Nee, ga ik niet doen. Is het een cabaret? Nou, ik ga niks zeggen. Is het ik ga is het helemaal. Zang? Is het cabaret? Zijn het oliebollen die dansen? Nee. Komen er tompoezen bij? Nee, ik ga helemaal niks zeggen. Nou, nee, maar de vrienden weten echt helemaal niks. Hebben die ze weten niks. Van de nee, echt? Okay. Nee. Ze weten niks. Heb je het wel al gezien, de voorstelling? Ja. Dus het is wel goed? Ja, tuurlijk. Als boek ik het niet. Ja, dat is dat doe je vrienden niet aan natuurlijk. En hij draait misschien op andere plekken ook al. Dus niet een speciaal. Ja, oké. Ja. Nou, je hoeft niet meer verder te proberen. Ik heb alleen langer dan vandaag. Ik ga het niet zeggen. Nee. En in ruil voor 2 tompoezen? Ook niet. Nee, oké. Ook niet. Want dan moet ik ze allebei op eten. Is helemaal lekker met jou. Hey, maar als er geen besloten voorstelling is, de dingen waar je wel wat over mag vertellen, heb je dat aankomende ook? Vrijdag hebben we Poppodium de Beurs. Ja. Dan komt Nico Dijkshoorn, die is dus verplaatst van vorig voorjaar. Ja, ik vind het af en toe lastig. Afgelopen voorjaar. Toen naar zeg maar nu, net de coronamaatregelen. Precies, die viel er tussendoor. Ja. Dus hij komt aankomende vrijdag en we zijn nu aan het kijken of die voorstelling dus iets eerder kan beginnen. En daar gaan we dus ook nog de bezoekers over informeren. Dat begint nu om 9:30. Oh. Maar het concept is juist dat je daar gaat zitten met een tafeltje, stoeltje en een drankje doet. Dat is altijd al zo geweest bij Poppodium de Beurs. Ja. Dus we gaan nu kijken of we hem na 8 uur kunnen verplaatsen. We zijn nu in overleg vanmorgen met
onze horecapartner. Dat lijkt simpel, maar het is een hele operatie. Hè? Maar al die mensen natuurlijk te kunnen bereiken. Nou, dat valt mee, want het is vrijdag, het is vandaag woensdag. Dus ja. We hebben voldoende tijd om ze te mailen, om ze te bellen, om te doen. En ja. Als je kijkt naar de aantallen wat erin kan, dus er kan maximaal 70 in. Dan is het niet zo dat we nu 500 mensen hoeven te dat bellen. Dat is dan alweer de keerzijde. En mensen begrijpen het ook en ze snappen het ook. En ze denken ook graag met ons mee. Dus ja. Wat dat betreft, dat ik net ook al aangaf. Ze volgen gewoon de aanwijzingen op. En er zal er misschien één zijn die dan niet kan om 8 uur. Nou ja, goed, dat maar het meeste uit. Mensen zouden zeggen, oh tuurlijk, we begrijpen het. Dan kunnen we lekker wel een biertje doen. Bereidwillige mensen in Noordoostpolder. Sowieso, ja. Nog iets anders ook? Zondag hebben we Camille. En Camille staat klassiek op Schokland. Oh, we hebben ook nog een reeks. En dat is dus aankomende zondag in het kerkje. Daar mogen er nu 30 in. Oh, ja. Dus dat is heel intiem met Camille Boomsma. Maar ook heel bijzonder. Het is sowieso heel mooi in het kerkje op Schokland. Maar jullie weten, ik ben heel enthousiast over Schokland. Dat weet ik, ja. Het is niet Schokland meer wat ons betreft. Het is echt fantastisch. Ja, leuk. Dus dat hebben we deze week. Dat is het? Dat is het voor deze week. Zijn voor beide voorstellingen nog kaarten te krijgen? Voor Nico en voor Camille zijn nog kaarten verkrijgbaar. Goed, meer informatie op theaterhetvoorhuis.nl. Marleen Lam, dankjewel. En we gaan genieten van de Tompoes.